Goedemiddag, welkom bij mijn nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en ik heb weer stage. Dus ik ben nu bezig. En ik zit hier in een van de ruimtes. Je hebt hier zeg maar allemaal ruimtes. Je hebt hier bijvoorbeeld een communal kitchen. En hier beneden heb je een media room en hierboven heb je de gym. En al die ruimtes kan je dus gewoon zitten. Dus ik dacht, ik ga gewoon in plaats van mijn kamer zitten. Ik ga hier zitten, dat is chiller. En het is al eind van de dag, want het werkplaats zit er bijna op. En ik heb nog niet gevlogd, want er is niet heel veel te laten zien. Als in, ik ben gewoon de hele dag bezig. En ik zit hier al de hele dag en loop af en toe even terug op de lunch bijvoorbeeld. Ja, verder niks. En ik ga straks alle decoratie nu binnen. Dus ik ga mijn kamer leuk maken en dan doe ik wel even een roomtour. En ik wilde vanavond nog naar de gym gaan. Die zit hierboven. Verdieping 6, denk ik. Dit zit op 3. En volgens mij is de gym op 6 of 7. Ik weet niet hoe het precies zit. Dus dat is chill. En verder... Oeh, de lucht is echt heel mooi. Kijk. Ik weet niet of je het goed ziet. Ik denk het wel. Kijk hoe mooi de sunset. En verder heb ik niet heel veel bijzonders te melden. De familie is gisteren weer vertrokken. En die waren vanochtend heel vroeg. Ja, hun heel vroeg, zeg maar. Dus hier was het 1 uur of 12 uur. 12 uur 1 uur s'nachts. Voor hun was het 6, 7 uur. Zijn ze weer thuis gekomen. En die slapen denk ik nu allemaal. Ja, die slapen sowieso. Het is alweer eind van de avond en ik heb net gegeten. Want ik krijg pas zondag HelloFresh binnen. Dus ik dacht, ik ga gewoon deze dagen denk ik gewoon even simpel doen. Dus ik heb net bij iets gegeten. Een soort salade, bol met quinoa. Was best wel lekker. Dus dat was chill. Maar ik was dus naar de Amazon Fresh winkel geweest. Een supermarkt. En daar kwam ik dus binnen. En ik wist het helemaal niet. Maar daar doe je zo. Je kan opscannen. Maar je kan dus ook je creditcard erin doen. Zeg maar als je binnenkomt. En dan noteert hij zeg maar. Daar hangen echt duizend in camera's. In de supermarkt. En dan als je dan eruit gaat. Doe je weer creditcard in dat apparaat. En dan hoef je dus niet. Zeg maar je rekent wel af. Maar je hoeft niet fysiek af te rekenen. Dus dan door die camera's weet hij. Of weet de winkel wat ze moeten afschrijven van je creditcard. Dat is wel grappig. Ik had er wel eens gehoord, maar ik wist helemaal niet dat het hier zo zat. Dus dat was wel even nieuw. Ik vroeg aan die vrouw van, moet ik dus nu gewoon hier mijn creditcard insteken en dan kan ik weglopen? Dus ja, zo werkt dat. Want je kan dus ook normaal afrekenen. Ik dacht ja, voordat ik zomaar wegloop, wil ik het wel even dubbel weten. En nu ben ik dus gegeten, ben ik naar de supermarkt geweest. En nu ga ik mijn kamer afmaken, want ik heb alle decoratie al klaar staan. En dan ga ik sporten en ik ga zo even roomtour doen en dan is morgen. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en ik ben gisteren, again, vergeten te vloggen. Maar gisteren heb ik de hele dag thuis gewerkt en nadat ik, wacht even hoor, ik ga even mijn tas goed doen, want die heb ik hier mee. Ik val niet in mijn schouder, moment. Maar ik heb gisteren dus thuis gewerkt en heb eerst stageweek dus opzitten en ik vind het echt super leuk. Want het zijn super leuke mensen ten eerste en ten tweede is... Zeg maar de taken die ik moet doen zijn ook gewoon heel chill. En bijvoorbeeld in een ochtendmeeting bespreken we altijd even wat we de avond ervoor hebben gedaan. Of dus gisteren deden we dan een persoonlijkheidstest. Dan gingen we die met elkaar bespreken van wat we bij elkaar dachten. Dus het is gewoon gezellig. Altijd even zo'n soort icebreaker wissen. En ook aan het einde zei mijn baas van... Ja, we zitten dan met z'n vijven in de ochtendvergadering, dat is het communicatieteam. Zei van jongens, het is vandaag vrijdag, dus stop lekker op tijd als je alles af hebt en ga weekend vieren. Dus het is ook zeg maar, het was wat weer, ook gewoon heel relaxed en ja, dus daar ben ik heel blij mee. En daarna gisteren, daarna klaar was, ben ik gaan sporten in de sportschool in het gebouw. En daarna... Ik heb snel wat gegeten en toen heb ik afgesproken met Nele en Irina onder andere. En zijn we uit geweest in Arlington, wat heel leuk was. En ik denk dat ik rond 3:30 zo in bed lag. En nu heb ik vandaag niet zo, ik heb een boodschap gedaan. Bij Whole Foods en Target ben ik geweest. En ik loop nu weer naar huis. En ja, ik weet niet wat ik vanavond ga doen. Ik zie het wel of ik iets ga doen. En nu is een hele bijzondere dag. Goedemiddag, het is vandaag zondag
En ik ben net naar de Target gelopen. En onderweg naar de Target kwam ik langs een Lidl. Dat wist ik wel. Dus ik ben naar binnen gegaan en daar hadden ze eindelijk goedkoop fruit, mandarijnen. Voor $4 een zak. Want hier zijn de supermarkten echt mega duur. Vergeleken met Nederland. Zeg maar, ik heb gisteren een brood gekocht voor €5,50. En het is niet eens zo lekker brood als thuis, maar... En na de Lidl ben ik doorgelopen naar de TJ Maxx. Daar heb ik nog wat dingen gehad. En daarna naar Target. Wilde ik nog even naartoe. En had ik ook wat dingen nodig. Daar heb ik ook naar gekocht. Oh ja, ik kwam een boek tegen. Ik dacht, laat ik een boek kopen. En had ik nog meer gekocht. Oh ja, nog wat snacks en zo. En dan dacht, dan heb ik wat dingetjes in huis. En ben ik ook eens aan het lopen. Een half uurtje lopen ongeveer de andere kant op. Zeg maar, gisteren ging ik naar de andere Target, maar die was mega klein. En naar de Whole Foods, zeg maar. Dat is dus die kant op lopen. En Target is de grote Target waar ik nu ben, is die kant op. Dus dan wordt dat chill. Dus als ik maar een half uurtje beide kanten van mijn gebouw een half uurtje oploop, ben ik bij allemaal winkeltjes. Bij de ene kant ben ik zelfs bij een mall. Niet heel, zit wel de Zara, maar niet verder niet hele leuke winkels. Maar wel gewoon chill. Om als ik me verveel of wat dan ook. En lopen vind ik op zich best wel prima. Om even lekker buiten te lopen. En het is ook best wel leuk. Wijkachtig. En verder dacht ik eerst nog. Nog ook naar het andere winkelcentrum te gaan. Maar het is inmiddels al best wel laat. Dus ik weet niet of ik daar nog naartoe ga. En verder ga ik. Oh ja, heb ik de was vanochtend al gedaan. Ik heb mijn HelloFresh binnengekregen. Dat is het. Beetje saai. Maar wel gewoon chill. Ik dacht, laat ik dit weekend gewoon een beetje de buurt verkennen waar ik zit. Dan heb ik een beetje een idee waar ik naartoe kan als ik wat nodig heb. En het is prima weer. Want ik loop gewoon met mijn jas open. En nu loop ik weer terug. Goedemorgen, het is vandaag weer maandag en dat betekent een nieuwe werkweek. En ik zit weer beneden in de keuken. En ik heb mijn ochtendmeetings allemaal gehad. En ik heb straks om 12:30 heb ik nog een meeting. En verder ben ik gewoon rustig bezig met wat ik moet doen vandaag. En we deden vanochtend in de ochtendmeeting, was een icebreaker. We deden dit keer weer een personality test. En dan. Ik weet niet, het is een andere dan die we op vrijdag deden. En er kwam uit dat ik een protagonist ben. En dat zie ik me even door te lezen wat het allemaal inhoudt. Maar het is wel interessant allemaal. Het komt best wel overeen met hoe ik ben. Dus dat vind ik best wel gek om dat zo terug te lezen. Dat het dan zo kloppend is. Maar nee, het is interessant. En verder heb ik vandaag niks op de planning staan. Behalve dat ik dus gewoon tot 5:00 of 6:00 werk. Vanuit huis. En dan wil ik daarna denk ik even naar de gym gaan. En morgen mag ik weer naar kantoor. Dus daar heb ik wel zin in. Want morgen is voor mij de drukste dag op kantoor. Dat zijn de meeste mensen, want het zijn de meeste meetings. Dus vind ik wel chill dat ik die gewoon in person kan doen. In plaats van online. Ik vind online werk heel chill. Of vanuit huis werk heel chill. Maar ik vind wel chill dat het gecombineerd is met ook naar kantoor gaan. Want het is wel gezelliger zeg maar, dan de hele dag hier in je eentje beetje te zitten. En dan af en toe via Zoom te meeten. Dus nee, daar heb ik al zin in, morgen. En ik weet niet of je het hoort, maar ik ben nog steeds verkouden. Volgens mij is het voor bijholte een steek, want ik voel echt hier op mijn kaak echt een mega druk. En dan is ik voor overbuig. Maar bijholte een klinkt heel heftig, maar het is denk ik niet dat. Maar wel een soort dat ik al die druk voel, zeg maar. Want ik heb verder niet heel veel last van. Alleen gewoon een soort drukkende pijn in mijn hoofd. Maar verder valt het best wel mee. Goedemorgen, zit ik weer. Het is vandaag dinsdag en ik zou vandaag naar kantoor gaan. Maar zeg maar van de we zijn met 5 in onze communicatie. Waarvan 2 mensen in stage, ook ik en een andere. Maar vandaag zijn laatste dag, dus eigenlijk zijn we met 4. En dus de andere 3 die werken gewoon fulltime. Waarvan 2 bijna altijd vanuit huis werken. Omdat zij hier niet wonen, in de buurt. Eén woont in Philadelphia, de andere woont in Brazilië. Dus dat is wel verder weg. En de andere, die gaat dus op dinsdag en woensdag naar kantoor. En dan ga ik dus ook. En zij kon vandaag niet. Er was iets, zeg maar, was, ze
moest thuis blijven. Nou, laat ik het zo zeggen. Er waren wat dingen aan de hand. En aangezien ik... Oh, wat bijna. Aangezien ik natuurlijk nieuw ben. En er vandaag dus allerlei meetings waren. En ik eigenlijk ook nog geen idee had waar ik dan moest zijn. Dacht ik... Want ik kreeg de keuze van... Als jij thuis wilt werken, mag je ook gewoon thuis werken. En aangezien er dus heel veel... Hoeveel niets waren en ik niet wist waar ik dan moest zijn, dacht ik, ga ik ook thuis werken. Dus ik zit hier weer. En gisteren ben ik na werk naar de gym gegaan. Wat ik vandaag weer doe. En verder ben ik daarna gaan eten koken. En daarna serie kijken. Maar ik hoop vandaag, als ik niets vergeet, dat ik even wat in de gym ga filmen. Maar morgen moet ik dus wel naar mijn kantoor. Daar heb ik best wel zin in. Ook weer. Zelf. Eén nadeel vind ik dus daarvan. Van naar kantoor gaan is dus dat ik een uur eerder moet opstaan. Of ruim misschien wel ja, een uur eerder moet opstaan. Dus dat is één genade. Verder vind ik het helemaal niet erg om naar kantoor te gaan. Werkdag zit er weer op. En ik ben nu in de gym. In een gebouw. Kijk, het is niet heel groot zo. En ze hebben dus ook geen loopband. Het is een beetje balen. Maar ze hebben dus wel hier. Ik moet even inloggen. Hebben ze een spiegel. Wacht, dan. Ik ben geen man, vrouw. Kijk, hier. Wacht. Kijk, ik heb een spiegel. En daar zit dus een soort ding op. En dan kan je dus allemaal workout doen. Dus dat doe ik nu. En dan heb ik op mijn werk heb ik ook een gym. Dus de dagen dat ik naar werk ga, wil ik dan daarna. Want daar is dus wel een loopband. Wil ik dus dan op de loopband gaan. Want ik vind het eigenlijk toch wel het allerchillst van sportschool. Het is een beetje jammer dat ze die niet hebben. Maar deze workouts zijn prima. Het is ook wel leuk om wat anders te doen. Dus dan bijvoorbeeld hier heb je wel cardio workout en dan kan je kiezen. Maar ik wilde vandaag core doen. Dus dat ga ik nu doen. En dan zag ik gisteren, maar weer niet meer waar. Dus wat ga ik doen vandaag? Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ben al ready voor werk. Het is nu 8:00. Ik hoef pas 8:30 weg, dus ik ben een beetje op tijd. Maar ik was al wakker, dus ik dacht, ik ga vast douchen. Dat kan ik nu gewoon rustig aan doen. En ik heb een blazer met mijn schokje aan. Dat een beetje fancy gaan. En dan pak ik zo, loop ik naar de metro. De metro is hier vlakbij. En dan pak ik de metro en dan ben ik... Volgens mij met 20 minuutjes of zo sta ik op het andere metrostation. Want daar is nog 5 minuten lopen. Dus het is al niet zo heel ver. Best wel chill. En het metro gaat echt om de 10 minuten. Dus dat is helemaal prima te doen. En verder ben ik dus de hele dag op kantoor. En dan heb ik ook mijn gymspullen mee. Want daarna ga ik dus op kantoor. Want daar is een gym ook. Ga ik gymmen. Want daar hebben ze wel een loopband. Die dag zien ze die hier niet hebben. Ik ben nu in de locker room van de gym. Van mijn werk. En kijk, het is echt zo mooi. Er zijn allemaal handdoeken. En hier douches. Het is allemaal echt ziek schoon. Het is echt chill. Dus ik ga dit gewoon lekker doen na werk. Ik ben net klaar. En nu ga ik dus eventjes lekker sporten. Ik heb mijn workout erop zitten en ik ben een uurtje bezig geweest. En nu ben ik klaar. En nu ga ik douchen, want kijk, hier heb je dus douches en daar allemaal handdoeken. Dus ik ga hier even snel douchen en dan ga ik naar huis. Ik ben de volgende natuurlijk vergeten af te sluiten. Gisteren een sportschool. Maar alweer bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag en tot volgende week. Doei.